Tomorrowland is een festival dat je eigenlijk op heel veel vlakken moeilijk kunt vergelijken met een en ander welk festival dat ik ken internationaal. Vooral omdat ze zoveel mensen, zeker in een land zoals België, zoveel mensen van zo verschillende landen samenbrengen. Being at Tomorrowland, like, it's a dream. Like, I remember, like, 5 years ago, we were watching the live stream on internet yeah. with all our friends, and now we are playing. It's crazy. Een eigen stage hosten is al jarenlang een droom van mij geweest. En ik stel mijn dromen altijd uit tot op het moment dat ik denk dat het gaat lukken. Wat ik wou doen met mijn podium, met Netsky & Friends, is eigenlijk de energie brengen dat ik altijd in drum and bass vond vroeger. Maar dan heel breed gaan qua genres. Ik denk bij elke artiest die speelde op mijn podium dat je eigenlijk wel zoiets terugvond. Maar zeker bij Joe's. En die moest er bij mij echt bij zijn. Has Netsky become a close friend to you? He's like the nicest guy on the planet. He is. Ever. It's like too much almost, like too nice. Too kind. It's like, yeah, yeah. You know, there's something going on here that I'm not catching, but yeah. there's nothing at all. Like, he's just actually that genuine. It's like the name says, everybody knows each other. We're all having a good time. There's always a vibe in backstage. We like value each other's work. It's just nice to see each other like from like in many different countries when we all come together to party and like, have a great set. Go! Het was een topdag. Ik heb mij ongelooflijk hard geamuseerd. Ik heb vrienden mogen uitnodigen. Ik kijk elke avond nog altijd naar foto's en naar filmpjes van dat podium. Het ziet er ongelooflijk uit. Ik kan niks negatief zeggen over die dag. Het was fantastisch.